Hallo jullie, welkom bij een nieuwe aflevering van Mario Maker. Marcel ja. Gaat vandaag spelen. De webcam staat niet heel goed ingesteld. Nee. Plausibel, ik zeg eerlijk. Maar Marcel gaat vandaag spelen. En wat gaat hij spelen? Hij gaat een van mijn leveltjes spelen. Het zijn er 8 volgens mij ondertussen. En je kan dus daarboven zien, zo aan het plaatje die er ongeveer uitziet. Ja. Yeah. En veel plezier, speel maar een paar. Maar gewoon, welke is het makkelijkst? Het makkelijkst? Ja, laten we het makkelijkst is Springs, Plants and Shells. Ja? Ja. Spelen. Gaan we daarmee beginnen? Is goed, die is wel makkelijk. Ja, ook makkelijk voor mij? Of heeft Nicolien ja, ja. deze gehad? Deze heeft ze niet gespeeld. Oh. Hoe gaan we pakken die dingen? Gewoon nee, nou gedrukt. Tyfus! Maar zo zie je wel waar iedereen al een keer is doodgegaan. Daar. Maar ik heb dus ook ondertussen deze amiibo weten te bemachtigen. Ik weet dat de scheiding weg is. De 30th Anniversary Mario amiibo. Lukt dat? Ook zeer zeker niet. Oh, tyfus. Helemaal blij. Nou, ik neem aan dat dat de bedoeling is, toch? Jazeker, maar volgens mij red je het ook met 2, maar dat weet ik niet zeker. Zo, als je nu je renknop niet meer inhoudt gedrukt, maar gewoon opspringt. Sorry, ik moet niet te veel tips geven. Fuck you! Wat? Fuck! Zit hier ook zo'n scheiding? Ja, ik maar. Weet het niet. Ja, jij weet het wel, vriend. Nee, die weet ik serieus niet. Volgens mij was dat of een muntje of een leven. Wow. Hoe moet ik dat doen, joh? Je moet er gewoon inspringen. Maar dan ga ik toch dood? Nou, misschien niet. In één keer, jongen! Nee, niet in één keer. Ik ging eens keer dood. Oh ja, dat is waar. Maar dit was het makkelijke leveltje. Ja? Mhm. Deel dit. Ik denk dat een van de moeilijkste, als ik... Ja, je moet gewoon stoppen drukken, ja. Een van de moeilijkste als ik de mensen mag geloven is easy materiaal. Ja? Ja. Dan ga ik weer terug dan? Nee, gewoon naar boven en naar beneden scrollen. Kijk. Oh, die is ook trouwens vet makkelijk, maar die heeft de zus van Jasper, of de vriendin van Jasper gemaakt. Made by Sister. Ja, maar die is gewoon niet eens leuk, zeg maar. Die is gewoon te makkelijk. Die is gewoon te makkelijk. Trouble voor Ganondorf. We gaan hem spelen. Succes, man. Wat dan? Is die pittig? Ja, er zitten een paar lastige jumps in. Right. Oh yeah! Rot op, man. Wow! Nou, in de kruisteam ben ik niet de eerste die daar zat gaan. Dat scheelt weer. Tyfus, hoor. Gods kanarie. Waarom komt er nou zo'n ding uit? Stap, man. Normaal, jongen. Rot op met die vuurballen. Oh, kaas, hij blijft er ook gewoon even, joh. Ja. Ik denk, die gaat gelijk wel weer weg, joh. Hallo, heb je geld? Je hebt nooit geen geld. Wat zit daarin? Oh, ik ben weer Ganondorf. Oeh, kak. Oké, okay, heb geluk, want hij is precies goed gevallen. Want dit zijn eigenlijk gewoon pilaren, zeg maar. Echt? Maar als je het rode schild wegschiet, kan hij op 2 manieren. Of hij vernietigt alles, zeg maar, of de laatste, zeg maar. Yeah. Of hij doet het niet, maar dan heb ik geluk gehad. Dit ging toch wel redelijk goed. Hoppa! Je had slechte verwacht. Ja, absoluut. Ja? Ja. Stoppen. Stop! Stop. Oké, ga nu maar Waluigi's Run doen. Wat dan? Die is echt leuk. Die heeft Nicolien gehaald, daar is ze 3 kwartier mee bezig geweest. 3 kwartier? Ja, staat er volgens mij ergens onderaan. Welke heb ik nu al gedaan dan? Oh nee, daarboven. Terwijl ik voor Gandorf heb gegaan. Easy materiaal moet doen dus? Nee, Waluigi's Run. Eerst deze doen. Die is pittig hoor. Ja, dan doe ik Waluigi's Run. Is die makkelijk? Die is wel makkelijk, ja. Als je weet wat je moet doen. Het probleem is, je hebt... ongeveer 2 seconden speling. Dus per alles wat je moet perfect gaan. Anders heb je 2 seconden speling. Oké, het gaat nu al te perfect. Laat maar zitten. Ik had echt hoop dat je hier iets meer moeite mee had.
Je hebt mijn video's gekeken, of niet? Hoezeer zeker niet. Waarom gaat dit zo goed dan in één keer? Dit is niet leuk. Alsof ik nooit iets zou kunnen. Nou ja, dat dacht ik dus wel. Ik weet niet of ik deze moet openmaken. Nou, probeer het. Oh. Tyfus. Ja, en nu dan? Moet je wachten tot hij dood is? Serieus? Ja, of tot hij terugkomt, kan je er overheen springen. Tyfus. Geinig, hè? Geinig. Nee, waarom komen ook die kutdingen eruit? Waarom niet alleen maar hulptroepen? Waarom zou ik je hulptroepen willen geven? Je doet de meeste levels... Mag dat niet? Wat is dat nou weer dan? Waarom? Ik ben gewend dat je gewoon... Wat is dat nou dan? Weet je, de meeste levels heb ik gemaakt met het... Met de gedachte, Marcel moet ze spelen. Dus ik moet wel een paar kutdingen in stoppen. Waarom? Ik ga er vanuit dat je... Nou, laat maar. Hé, hey, waar heb ik hem in één keer gehaald? Je hebt hem in één keer gehaald. Oh, jazeker, had je dat verwacht? Absoluut. Niet. Niet. Oké, Easy materiaal. Easy materiaal. Het ziet er niet easy uit. Dat is niet easy, of wel? Nee, dat was die laatste jump die is echt zo moeilijk, jongen. Ja? Maar dat maakt niet uit. Dit gaat jou lukken. Snapsels! Dus je geconcentreerd hiero. Ja, maar wat zit hier eigenlijk in? Waarom heb ik... serieus? 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 Hoe kan ik dit... What the fuck is deze waanzin dan? What the fuck? Waarom doe je dat? Dat vind ik grappig. Waarom pijnig je me zo? Ja, daar kom ik er nooit meer in, joh. Nee, dat klopt. Dat kan ik toch vergeten? Jazeker. Moet op een plusje drukken en dan opnieuw beginnen. Tyfus, opnieuw beginnen. Nou, die pakken we dus niet. Wat schijt, zo is dat. Ik wist gewoon dat je daarin zou trappen. Daarom heb ik hem daar neergezet. Alleen voor jou. Tyfus. Oh, hier omhoog. Dat heb je al schuin gezegd. Nee, toen zei ik, er gaat iets omhoog. Hop, tyfe gauw. Goed, je bent ondertussen bij de laatste jump aangekomen of zo. Ja? Dat is echt een leap of faith. Ja, wat moet ik doen dan? Nou, hoe kan ik dit ooit halen dan? Tik eerst maar eens dat blokje aan. Hoe moet je dat ooit? Oh, yes! Yes! Oh, fuck, dat wel, bitch! Nou, als het zo makkelijk gaat, dan wil ik ze toch iets moeilijker maken voor de volgende keer. Oh, nee. Hier, kijk, vet voor mensen, deze was best lastig. Harem ript de urn en zo'n andere gast van, oh, dat was echt nou een miljoen keer op gehaald. Je hebt deze maar gedaan, toch? Ja, ik moet even naar boven. Die heb je ook gedaan. Ja, die heb je als eerst gedaan. Die heb je ook gedaan. Die, nou, kan je overslaan. Die is... die moet je nu doen. Zit er doen? Ja. Ik vond... Dit soort levels vind ik zelf het leuk, zeg maar. Dat er gewoon skills worden geëist, zeg maar. Oh, no! And it's a go, hè? Ik ga nu hier zwaar in de deur. Jee, het is gelukt! Oké, ik wil zeggen hoe die moet, maar ik doe het niet. Ik wacht nog wel even totdat je echt heel gefrustreerd bent. Dit werkt niet! Nee, dit werkt ook niet, nee! Dat is fout. Ja, nee, duh! Doe ik fout, joh! Kan ik dat ding dan niet eens vermoorden? Je sprong gewoon volledig op zijn zijkant. Serieus? Kanari.
Wat een fucking scheidlevel! Zeg het één keer laten zien. Nee! Oké, oké! Het ging tot nu toe heel goed. Oh, dit is lachen. Dit is lachen. Moet ik wel iets met dat ding doen dan? Jazeker. Ik bedoel, wie weet. Oh, dan moet ik waarschijnlijk springen erop, denk ik. Macarena. Ja, toch? Ja. Moet springen, zeg ik toch? Ik raak een beetje gefrustreerd van dit level. Echt joh? Oh, jazeker. Je moet zo met een aanloop, anders heb je niet genoeg snelheid en hoogte. Niet? Nee. Je hebt altitude nodig. Altitude. En dan... Ja? Oké. Ja, ik hoop het. Hé, je krijgt een smsje. Dit is de bedoeling, zo. Dat is de bedoeling. Oké. Dat escaleerde snel. Oh, wat een scheidlevel is dit, joh. Tyfus. Nou, het ging zo lekker. Ik had beter kunnen stoppen. Ja, weet je, je hoeft er voor mij maar 3 te doen, maar... Kom, mag ik maar 1 keer voordoen? Nee! Ik wil hem 1 keer voordoen! Nee. 1 keer voordoen! Nee! Hij wordt een beetje boos. Tyfus, hoer, ja. Zo'n prijsing tegen mijn buurvrouw. Je buurvrouw? Jazeker. Heeft ze geld? Ze heeft nog geld. Tyfus. Je bent ook de enige die aan die kant weet te springen. Hè? Dat is toch een prestatie waard. Joh. Bossel, moet ik je helpen? Rustig, niet de tablet. Dat doe ik ook niet! Ik wil het niet maken! Doe Marcel, en stop je maar met te spelen. Laat me gewoon 1 keer voelen, dan nee. Kan je het zien. Dan kan je het zien! Yes! Yeah. Oké. Schijt level is dit, joh. Tyfus. Oh, meneer doet het in 1 keer hoor! Oh, mijn Stefan! Ik doe het in 1 keer hoor! Nou jij. Heb je wel opgelet hoe die moest dan? Ook zeer zeker niet. Hé, hey, maar om 4 uur wil ik deze aflevering online hebben. Het is nu 2:15, kant even. Een drama is dit, joh. Ja, maar je moet op het moment dat je op zijn hoofd springt, ja, weet ik, nog een keer op springen drukken. Via mijn oortje. Zijn veel mensen die hier hebben gefaald dan? Kunnen we even kijken? Ah. Ja, daar in ieder geval wel, als al die kruisjes zitten. Ja, nee, dat is waarschijnlijk omdat er 100 niet van mij bij zitten. Nee, die vel komt er niet bij. Dat is wel een goed gevoel, of niet? Nee. Ik drukte toch op springen? Ik drukte op rio. Zodra je in de lucht bent, kan je al nog een keer op springen drukken. Maar dan pakt hij hem gelijk mee. Moet je wel op zijn hoofd springen. Wat een kut level. Op rio. Nee! Ik wil hem gewoon voor je halen, kan je verder? Nee. Oké. Ja! Hé, hey, moet nog een keer jumpen. Tegen de muur aan slijden. Oh echt? Ja. Hey, je gaat gewoon niet even met dat je hem raakt, dus je jumpt maar niet nog een keer. Ik zag je spartelen toen je hem raakt, bro. Raakte ik hem nou? Oh! Wat? Ik kan nu moet nog verder. Ja, dit is vrij, de rest is vrij makkelijk.
Bas, wat kijk je blij. Je springt veel te vroeg, jongen. Nee, echt? Ja, echt waar! Dit is zo leuk, hè? Oh, nu spring ik weer te hoog. Ik had echt verwacht dat jij dit level wel wat makkelijker zou halen. Ja? Ja. Nee, het wordt steeds vroeger dat ik spring. Maar dat was hem wel, je was hoog genoeg. Ja. Marcel, even rustig met de tablet, sorry. Ik kijk of ik nog een keer op kan springen. Nou, kan je vertellen? Dat kan niet! Ja, kan wel, maar dan moet je redden niet tegenhouden gaan drukken. Dat zijn wel de gewaagde sprongetjes, hoor. Helemaal recht sturen. Totdat je de rand raakt, dan springen en wanneer je springt, pas naar links weer bewegen. Ik zeg het alleen maar. Nee, jeugd! Ja, joh! Gaat het? Oh, ik had nou niet verwacht dat ik hem zou halen. Ik ging erboven wel weer dood. Zal ik hem één keer helemaal voor doen? Of één keer helemaal voor me doen? Dat doe ik gewoon voor jou. Oh, je hoeft niet eens een aanloop te nemen, joh. Nee, joh. Wil je nu een ander level of wil je deze nog een keer proberen? Is de tijd niet voorbij? Nee, hiervoor niet. Stoppen. Ik wil een andere level. Nou, dan ga je nog eentje naar boven, dat is de nieuwste. Deze? Ja, die heb je trouwens net geoefend, Bowser's Challenge. Oké, dit is de nieuwste. Oh, dat is het nieuwste. Water. Stomme waterlevels. Ja, iedereen, niemand houdt van waterlevels, toch? Nee. Ik had ook wel een scheidhekel aan. Sorry. Oh, die spijk die kan je niet aanraken trouwens. Tyfus! En nu was zo'n bloempje wel handig geweest. Vindt hij leuk hoor! Weet je wat het is? Dit, of levels moet je eerst zelf uitspelen en dan pas mag je ze uploaden. Yeah. Toen ik dit had gedaan, was ik zelf ook echt nou ja, 5 minuten bezig om dit stomme level te halen. Waarom doe ik dat dan nou? Dit is best wel... lastig? Frustrerend. Ik hou mij echt... Ik moet echt mijn best doen om... It's me, Mario! Tyfus! Kijk je, dan zit je even niet op te letten, dan ben je dood. Wat, je moet je echt scheren, het ziet er niet meer uit. Het is echt vreselijk. Je geld. Hier een plukje aan, hier een plukje aan. Goed zo, neem maar afstand. Goed zo, pak hem maar. Dat
Hey, vrienden, goed zo. Tyfus. Ik kom gewoon daaronder langs en dan pak ik het vraagtekenblokje maar. Dat is wat moeilijker dan nog moet komen. Serieus? Tussen die spikes door, dat is echt zo kut. Ik heb het al iets makkelijker gemaakt, omdat ik het zelf gewoon niet kon halen. Ja, ik heb 500 gigawatts veel tijd, joh. Ja, joh. Ga. Nee, doe maar, want je moet sowieso klein zijn om er doorheen te gaan. Echt? Ja. Dat maakt het makkelijker, laat ik het zo zeggen. Gewoon dus bijna niet te doen. Maar zeg maar, dat ene question mark blok zeg maar, op het einde, dat is zeg maar een Mahjong, of dan verander je in een Mahjong steentje. Ja. Nintendo heeft ooit iets van Mahjong uitgegeven of zo toen ze net begonnen waren. Ja. Dus het is handig, als je hem erbij kan je hem pakken, maar... Het is geen must. Ik probeer het gelijk zo. Slim toch? Wil je het opgeven of gaan we de aflevering nog wat langer maken, Marcel? Ik probeer het nog één keer en dan ben ik er ook alweer klaar mee. Dat dacht ik al. Ik zal zo nog even het ID geven van dit level, want volgens mij heb ik die nog niet gegeven. In een van de vorige video's. Goed, nou, dames en heren, dankjewel voor het kijken. Het begon zo lekker. Het begon goed. Het ging zo goed. Ik zal even het ID geven van dit level, dan kun je thuis spelen, als je dat wil tenminste. Het is ook maar een succespercentage van 9%, maar 4 van de 41 mensen hebben hem gehaald, Marcel. Vond je nou wel goed? Ja, beter. Dit is het ID 5EFE00004626ED. Volgens mij hebben jullie deze ook nog niet. Bowser Challenge. Yep, 15D00000FD is trouwens. En jij moet op Baba. Daarom. Maar als ik nog even één keer dit level laten zien, het einde. Maar we proberen dit level, het was echt het meest schattigste wat je ooit kon verzinnen. Wil je die helm niet? Ja, juist wel. Dan moet je omhoog gewoon blijven staan. Kijk. Maar het helpje kreeg ik wel, daar is een beetje versteld van. Dat verbaast, want ik heb inderdaad ook geprobeerd om die helm te scoren. En dat lukt in eerste instantie niet. Maar dat je mij het zag doen. Totdat ik mijn fout was eigenlijk dat ik constant aan het rennen was. Maar dat moest je dus niet doen. Je hoeft helemaal niet te rennen, zeg maar. Oh nee! Oh, dat was niet handig. Nou, ik vind het al vreemd. Oh. Dus dat was Bowser's Challenge. In dat waterleveltje zoek je die zelf maar op als je die willen zien. En stel je op geen Mario Maker, dan doe ik hem wel een keertje. Maar niet deze aflevering. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering met Marcel. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En peace. Mwah. Later.